Hartelijk welkom mensen weer in deze profetenschool van zijn boodschap. We gaan weer verder, we hebben weer veel te bespreken met z'n allen. Want deel 5 is dit van de profetenschool, deel C, serie C. Alle horenden in de luide roep periode herkenbaar. Dus juist in die luide roep periode zullen we merken dat al die drie horenden heel goed naar voren komen. En dat gaan we nu onderzoeken. En voordat wij natuurlijk starten om de Bijbel te openen, geestenprofetie te lezen, willen we bidden. De Heere weer vragen om verlichting van zijn Heilige Geest. Mijn verzoek is daarom ook of u samen met mij de Heere wilt zoeken in gebed. Dat we heel nadrukkelijk bidden om de Heilige Geest. Want het wordt steeds moeilijker en wij kunnen alles verstaan. Een kind kan het verstaan. Het is voor wijzen en verstandigen verborgen gehouden en voor kinderkens, voor u en voor mij geopenbaard. Indien wij in alle nederigheid voor de Heere willen komen. Laten we daarom samen de Heere zoeken in gebed. Lieve goede getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus, dank u wel dat u ons weer hebt geroepen om uw onfeilbaar woord te bestuderen. Om te mogen begrijpen wat u met uw volken voor hebt. De 3+1 volken, dat het laatste vierde volk nog zal staan om die geweldige luide roep te kunnen en te mogen brengen. Vader in de hemel, wilt u daarom met uw Heilige Geest bij de mensen thuis zijn, broeders en zusters, met mij zijn, want wij kunnen niets uit onszelf. We kunnen alleen uw woord maar openen en smeken om die goddelijke Heilige Geest in ons hart te mogen krijgen, in ons verstand te mogen hebben, om ook deelgenoten mogen zijn om die geweldige waarheid als getuigen te mogen brengen. Dit alles bidden we van u, niet omdat wij het hebben verdiend, maar uit uw grote genade, uw grote liefde, uw trouw en om Jezus Christus onze geliefde in zijn naam wil. Amen. En wij willen als eerste de Bijbel openen. En dan gaan we naar 1 Timotheüs 1. De brief van Paulus aan Timotheus. En een hele mooie brief, want Paulus wist heel goed wat er allemaal aan de hand was. En dat schreef hij aan Timotheus. Daar was ook strijd in de gemeentes, waar Timotheus aanwezig was en waar Paulus ook was geweest. En dan gaan we naar 1 Timotheus vers 18. We lezen nooit wat er boven staat, maar dit is wel aardig toepasselijk. Opwekking tot moedig strijd. En dat hebben wij nu ook nodig. Maar pas op, alles wat erboven staat, hebben de vertalers erboven gezet, dat weet u. Maar dan geeft Paulus, zijn zoon, zo die noemt in het evangelie, hem een gebod mee. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, in vers 18. Dat gij na de profetieën, dus zo belangrijk zijn de profetieën, die van u voorgegaan zijn, in dezelfde den goede strijd strijden. Dus wij moeten vanuit de profetieën leven in die goede strijd strijden. Houdende het geloof en een goed geweten. Pas op, doe uw geweten geen geweld aan. Hebben we vorige keer ook over gesproken. Het welk sommigen verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben. Dus er zijn mensen die op een of andere manier niet meer goed beseffen hoe belangrijk de profetieën zijn en deze gaan schipbreuk leiden. Onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik den Satan overgegeven heb. Dat is nogal wat, wat Paulus daar zegt, opdat ze zouden leren niet meer te lasteren. Dat zegt natuurlijk al heel veel, dat deze personen lasterden, wat de profetieën en Paulus en Timotheus enzovoort, lasteraars worden overgegeven aan de Satan. Dus die mensen die dat doen, die hebben een gigantisch probleem. Die de gewone gods niet houden, die de profetieën niet verstaan, willen ageren tegen de boodschappers. Op een bepaald moment moeten we afstand van hun nemen. En zoals Paulus zegt, die ik den Satan overgegeven heb. Dat is ernstig. Heel ernstig. Dus dat houdt voor ons in afstand nemen. Maar wij willen eerst onderzoeken.
met datgene we al hebben geleerd. We gaan gewoon verder natuurlijk. En dat is het volgende. Laten we starten. Hoe kunnen wij aan Paulus werkwijze zien wat ons staat te wachten? En hoe kunnen wij deze problemen overwinnen? Paulus zette in zijn brief aan de Romeinen de grote grondbeginselen van het evangelie uiteen. Hij bepaalde zijn standpunt in kwesties die de Joodse en heidense gemeenten beroerden. Dus we zien heel goed hier weer Joodse en heidense. Lees Joodse, tweede hoorn, en Charta Ukemene hoorn, derde hoorn. Beroerde. Dus er is een opschudding in deze wereld. Daar komen we straks nog heel in het bijzonder op terug. Vooral dus na die zondagswet. En toonde aan dat de verwachtingen en de beloften die eens in het bijzonder de Joden, zevendedagse Adventisten nu, let er even mee op, toen Joden natuurlijk, en nu zevendedagse Adventisten, toebehoren. Nu ook de heidenen, Chatukemenenkerken, christenen toen natuurlijk, maar nu Chatukemenenkerken, werden aangeboden. En dan gaan we even verder. Dit zal weer gebeuren, zoals ik al zei. De hele wereld zal door het uitstorten van Gods spaarregen, Jacobus 5, 7 en 8 hebben we vorige keer besproken, deelgenoot kunnen, dat woordje kunnen moet je goed onthouden, worden van het laatste nieuwe licht. Echter zullen er dan ook kwesties naar voren komen waarin bepaalde personen zich gaan verheffen. Ik weet het wel. Of groepen zullen zich gepasseerd voelen, waardoor twist ontstaat. Groepen, hoorn, in dit geval ook de Joodse hoorn, waardoor er twist ontstaat. Maar hierdoor zal juist het zuivere woord van God over de hele wereld verspreid worden. En dan heb ik nog even de middelste tekst ook even bijgezet, maar lees die voor uzelf ook eens. 2 Thessalonicenzen 3 vers 14 en 1 Timotheus 1 vers 18 tot 20 hebben we net gelezen. Maar ook heel 2 Petrus 2, de versen 1 tot en met 22. Dan ziet u dat op een bepaald moment wij moeten leren hoe we hiermee om moeten gaan. Wel liefdevol blijven, dat is soms wel eens moeilijk, want als we zien dat mensen zo halstarrig zijn en zo met open ogen of met oogkleppen op, hoe je het maar wilt noemen, de geboden van God willen, zijn wetens willen overtreden, ja, wat dan? Rustig blijven, liefdevol blijven en God moet het hen openbaren. Niet door zwaard, niet door vuur, niet door geweld, wat dan ook maar, nee, liefdevol blijven, Gods geest moet het doen. En we zien het hier ook heel duidelijk terugkomen, hoe Paulus daarmee omging. Met twistgesprekken. En daar moeten wij van leren. Laten we het zomaar uitdrukken. Want we moeten eerst begrijpen waarom we de Bijbel niet kunnen verstaan. Heel veel mensen verstaan dit niet. Dus waarom verstaan zij dit niet? Waarom verstaan ze de profetieën niet meer? Let eens op. Waarom? Want begrijpen we en hebben we wel echt gerechtigheid door geloof in ons hart? Of willen we alleen maar belangrijk zijn en doen en twistgesprekken aangaan? Dat belangrijk zijn en dat belangrijk willen doen. Kijk eens wat ik doe. Ik ben toch belangrijk. Ik help mensen mee. Ik help die mee. Ik ben toch wel belangrijk voor families, voor gezinnen. Wacht eens even. Voor wie doet u dat? Bewandelt u de juiste weg wel? Ja, dan wordt het een beetje stiller. Want de Bijbel vertelt vaak heel andere dingen dan dat deze mensen beweren. Om het evangelie te brengen. Om mensen weer tot elkaar te brengen. U mag nu van alles gaan invullen. Laten we maar eens lezen. Want het gaat om gerechtigheid door geloof. Met grote duidelijkheid en kracht zette de apostel de leer, let op, die zuivere leer van rechtvaardigmaking door geloof in Christus uiteen. Dus niet wie is de belangrijkste en twistgesprekken. Nee, gerechtigheid
gerechtvaardigd worden door het geloof van Jezus Christus. Dat witte kleed van gerechtigheid aankrijgen. Hij hoopte dat het aan de Romeinse christenen, Rooms-Katholieke kerken onder andere nu, zo kunt u nu lezen, gezonden onderricht eveneens voor andere gemeenten, Sjata, Ucumene gemeenten, dus de 10 koningen, de 10 stammen, u mag nu alles in gaan vullen, Efrem, voor onze tijd van nut zou zijn. Maar hoe vaag kon hij de verrijkende invloed van zijn woorden voorzien? Door alle eeuwen heen heeft de grote waarheid van rechtvaardigmaking door geloof gestaan als een machtig bak om berouwvolle zondaren, neem dat vooral mee, op de weg des levens te leiden. Het was dit nieuw licht in de vijfde hervormingsperiode, want Jezus Christus bracht nieuw licht met ook Paulus, dat de duisternis die de geest van Luther omhulde, dat was natuurlijk in de Sardis gemeente zoals u weet, gereformeerde hervormden, en toen zat hij nog natuurlijk onder het bewind van de Rooms-Katholieke Kerk, verdreef en aan hem de kracht van Christus bloed om van zonden te reinigen openbaar. Hetzelfde licht van Christus dus heeft duizenden met zonden beladen zielen tot de ware bron van vergeving en vrede geleid. Iedere christen heeft reden om God te danken voor de brief aan de gemeente te Rome. Dat heb ik al gezegd, een geweldige mooie brief. Maar, daar komt een maar bij. Die hebben we hier gelezen. Berouwvolle zondaar. Pas als wij starten met oprecht berouw en schuldbelijdenis te doen, gaat er iets gebeuren. Als voorbeeld, als u niet begrijpt het vijfde gebod, laten we daar eens mee starten. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere God u geven zal. Als u dat niet doet en niet goed beseft wat daar staat, het vijfde gebod, kunt u nooit gerechtigheid door geloof uitoefenen. Nooit. Waarom niet? Omdat uw gevoelens en gedachten niet juist zijn ten opzichte van de wet. U gaat opstaan tegen de ouders en wat dan? Kunt u gerechtigheid door geloof niet begrijpen. U moet eerst berouw hebben en schuldbelijdenis doen naar de ouders toe, wat u hebt verkeerd gedaan, en gehoorzaamheid betrachten, indien zij in de Heere zijn, dat moet er natuurlijk wel bij. Maar ook anders, als ze zeggen, je mag niet dat doen, dat doen, moet u ook gehoorzaam zijn, maar vooral als het om de 4 geboden gaat. Dus, de eerste 4 wel te verstaan, 4 geboden. Dus als u op een bepaald moment niet de wet begrijpt, kunt u ook nooit geen berouw en schuldbelijdenis doen. Kunt u ook nooit gerechtigheid door geloof uitoefenen. Zult u nooit de profetieën gaan verstaan. En nu worden we heel duidelijk natuurlijk. Zult u ook nooit een van die 3 hoorns kunnen en mogen zijn. Nou, oorzaak gevolg. Dat mag klippenklaar zijn volgens mij. Want we gaan eens kijken met z'n allen. We gaan verder. In deze brief, die Romeinenbrief, gaf Paulus openhartig zijn bezorgdheid aangaande de Joden te kennen. Vanaf zijn bekering was het steeds zijn verlangen geweest om zijn Joodse broeders, nu voor mij Zevendedagsadventisten en ook Joodse broeders natuurlijk en ook Sjatokumene kerken, aan een duidelijk begrip van de evangelieboodschap te helpen. De begeerte mijns harten en mijn gebed om Israëls behoud gaan tot God uit, Romeinen 10 vers 1, verklaarde hij. Het was niet zomaar een verlangen dat de apostel bezielde. Voortdurend smeekte hij God om te mogen arbeiden in het belang van de Israëlieten die in gebreken waren gebleven om Jezus van Nazareth, dus het nieuw licht, als de beloofde Messias te erkennen. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet, broeders en zusters. Want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en een voortdurende hartzeer. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen zijn, ten behoeve van mijn broeders en zusters natuurlijk. Mijn verwanten naar het vlees, zelfs familieleden immers, zij zijn Israëlieten,
Hunner is de aanneming tot zonen. En dat is twee keer. Heb ik daartussen gezegd. Twee keer. 1 keer 12.000. De tweede horen nu Joden. En de eerste horen nu Zevendaagse Adventisten. Want zo moeten we lezen. En de heerlijkheid. En de verbonden. Dus de tweede. En de wetgeving. Dat is de derde. En de eredienst. Dat is de vierde. En de beloften. Dat is de vijfde. Hunner zijn de vaderen. En uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus. Want Christus kwam uit de Joden. Die is boven alles God te prijzen tot in eeuwigheid. Romeinen 9, vers 1 tot 5. Geweldig. Geweldig. Beseft u wel dat exact die tijd van Paulus terugkomt. En dat we daar nu in leven. En met die 5 punten. Wat zijn die 5 punten? Dus de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften. 5 wijze maagden moeten dit verstaan en begrijpen met deze 5 punten. Moeten ze in hun hart hebben. Beseft u wel wat u leest in de Paulusbrief van de Romeinen? En zoals ik al heb gezegd, die bewaren we tot het laatst, want er ligt zo'n geweldige diepgang in. Daar worden we alleen maar blij van. Ja, en dan de vraag natuurlijk, wat doen we met deze woorden van God aan Paulus gegeven? Dan moet u zichzelf afvragen, wat doet u daarmee? Of, mooi gelezen, vertelt Paulus prachtig mooi. Net zoals de profetie. Och ja, dat is wel mooi dat we daar iets van weten. Maar begrijpen we het wel? Of doen we daar wel iets mee? Kijk, dan wordt het heel gevaarlijk natuurlijk, want dan gaan de mensen op hun geweten aanspreken. En dat willen ze niet. Dan, weet u, weg met die Bijbel en de geestenprofetie. Want zo liggen de zaken er momenteel echt voor. Pijnlijk genoeg, maar waar. Vele Joden die in het oude verbond zaten, hoorden deze woorden. Maar wat deden ze er toe mee? Let op, deze periode komt weer voor de Joden en de Zevendaagse Adventisten. En ook de Gemeenekerk, die komen later natuurlijk. En die is daar nu alweer, specifiek voor de Zevendaagse Adventisten. Vele Zevendaagse Adventisten die in het nieuw verbond zitten, kennen deze woorden. Maar wat verstaan ze er nu echt van? Kunnen deze twee verbondsvolken van God, het letterlijke en het moderne Israël, de diepgaande waarde van God in het verlossingsplan nu verstaan? Dat ze hierdoor opnieuw kunnen en moeten profiteren. Openbaring 10, vers 7 natuurlijk. Die verborgenheid is nu bekend. En 11, opnieuw profiteren. Bovenstaande twee verbondsvolken hebben het grote voorrecht gehad. Vooral ook de Zevendaagse Adventisten, maar ook de Joden. Dat ze de profeten en de profetessen hebben gehoord en zelfs gekend. Maar wilden ze de onpopulaire boodschap wel aannemen en vervolgens uitdragen? Het zijn allemaal vragen, dan moet u zichzelf maar eens antwoord op geven. Als deze twee verbondsvolken hun werk hadden gedaan, was de gehele wereld al lang gewaarschuwd geweest. Met, waarmee? De 3 engelenboodschap. Uit Openbaring 14 en 18 vers 4. Gaat uit van haar, mijn volk, schat ik menen. Volker. En was de wederkomst geschied. Door goed naar de situatie van Paulus met de inhoudelijke problemen van toen te kijken, hebben we een perfecte leerschool van Christus persoonlijk gekregen om Gods oprechte kinderen in de sjaart de Ecumenekerken te roepen voordat het laat is, waardoor wij mee verloren gaan. En daarom is deze studie ook zo ontzettend belangrijk. Besef goed, ook Sjaart Ecumenekerken, 10 keer zoveel werkers in de horen als in de Zevendaagse Adventisten horen en de Joodse horen, dat moet je ook goed meenemen. Dus die krijgen een enorme kans, geweldig. Maar die moeten ze ook echt gaan benutten. En we zullen merken dat ze die gaan benutten. Beter dan de Zevendaagse Adventisten en beter dan de Joden. Die citaten krijgt u nog van mij. Dus dank de Heer dat de Heer Jezus zo goedgunstig is voor de Sjaart Ecumenekerken in het bijzonder. Omdat natuurlijk de Joden, de Zevendaagse Adventisten,
veel kennis hebben gekregen, door de profeten ook, ook door E.G. White, de profetes. En veel hebben afgewezen, dat beseft hij ook al een beetje, volgens mij. We zullen nu uit Jesaja kunnen begrijpen dat de meest oprechte kinderen van God, 10 keer dus, nu nog in de Sjaat-Ukemene-kerken zitten, waar ik u al over sprak. De Joden, en de 7e-dags-Adventisten, waren Gods uitverkoren volk, waardoor hij zich had voorgenomen het gehele mensengeslacht te zegenen. Uit hun beiden midden, heb ik erachter gezet, had God vele profeten verwekt. Ook dus E.G. White. En natuurlijk 16 profeten in het Oude Testament. Met alle profetessen die nog niet hebben geschreven enzovoort. Deze hadden de komst voorzegd van de verlosser die verworpen en gedood zou worden door diegene die hem het eerst als de beloofde hadden moeten erkennen. En dat is nu ook zo. We hadden allemaal de profetes E.G. White moeten erkennen. En u weet wat er gebeurt. Ze verbranden zelfs de boeken momenteel. Ze willen er niets meer van horen. Ja, als ze nu en dan een mooi regeltje uit de wens der eeuwen van een predikant. En dan is het wel aardig geweest. Maar die zuivere, diepere waarheid wordt niet meer verkondigd. Of natuurlijk schreden naar Christen. Dat is ook nog wel mooi. Dan kunnen we in elk geval nog wel wat meer de mensen de kerk binnenhalen. En natuurlijk het beeld van Daniel. Maar daar is het lang niet mee gezegd. Dan moet u voor uzelf nog maar eens Matthäus 23 lezen. Erg genoeg. De profeet Jesaja, de eeuwen overziende en getuigende van de verwerping van de ene profeet na de andere. En uiteindelijk van de Zoon van God werd geïnspireerd om te schrijven over de aanneming van de verlosser door hen. Die voordien nooit tot de kinderen van Israël waren gerekend. En dat is nu weer zo, Sjatten. Nu nog geen nieuw verbondsvolk. Neem het even mee. Volk op zich. Ze zitten nog steeds in het genadeverbond. Met verwijzing naar deze profetie verklaarde Paulus: Jesaja waagt het te zeggen. Ik ben gevonden door wie mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan wie naar mij niet vroegen. Maar van Israël zegt hij. En van de 7e-dags-Adventisten zegt hij nu. De ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En dat is de situatie weer. Met dat tweede hoorntje. Of anders gezegd, eerste hoorntje in onze tijd. En geschiedkundig gezien, het tweede hoorntje. 7e-dags-Adventist. Hoe is het toch mogelijk, zouden we zeggen. Zo'n halsstarrigheid. En God wil er alles aan doen om ons te helpen, te redden, te beschermen, de waarheid te vertellen. Zo'n veel Bijbelboeken hebben wij gekregen. Evenveel Bijbelse boeken er zijn, 66 zoals je weet. Zo zijn er ook 60 tot 66 boeken van E.G. White geschreven. Wat doen we daarmee? Verbranden dus. Dus we zijn enorm gewaarschuwd. Ik kan er anders niets meer van zeggen. Wat zegt de profetes van God, E.G. White, hierover? Nu het bewijs voor de 144.000. Nu gaan we eens even kijken. Die drie hoorntjes, 144.000. Let op, letterlijk, geestelijk, modern Israël. Laten de profetes even spreken. God heeft in alle kerken juwelen. Dat is een geweldige opmerking. Alle kerken. Niet alleen de Adventkerk, niet alleen bij de Joden, niet alleen de Rooms-Katholieken. Nee, alle kerken. God heeft juwelen in alle kerken. En het is niet aan ons om de hele beleidende godsdienstige wereld openlijk te veroordelen. Prima, daar staat hij. Daar kunnen we het maar even mee doen, 7e-dags-Adventisten. De Heere heeft zijn vertegenwoordigers in alle kerken. Let ook op, Joden. Deze personen zijn nog niet geconfronteerd met de speciale toetsstenen van de eindtijdwaarheden. En dat is dus het nieuwe licht waar we nu mee bezig zijn. Die aan hen voorgesteld werden onder omstandigheden die hun hart en geest konden overtuigen. Daarom hebben zij niet, door licht af te wijzen, hun verbinding met God verbroken. Wat staat daar? Diegenen die nu licht afwijzen, 7e-dags-Adventisten,
De Joden toen, en ook straks weer, die hebben een enorm probleem. Het is een gruwel voor God als u licht afwijst. Die tekst zal ik u later nog eens ophalen. Dus het is heel belangrijk dat u beseft waar u mee bezig bent, Joden, Zevendaagse Adventisten. Maar ook mooi voor, geweldig hier natuurlijk, die 10 keer 12.000, die ene bijzondere hoorn, die derde hoorn, hoe God door de profetes, E.G. White, de laatste profetes, over u spreekt. Dank de Heer. We zullen straks inderdaad gaan constateren dat vanuit de Sjarta-kerken 10 keer zoveel oprechte kinderen van God komen. Dan uit de bevoorrechte 2 verbondsvolken. Joden en Zevendaagse Adventisten dus, die 2 horens. Waarin maar een 1/10 de luidruk mag gaan brengen. Daarvan dus. Laat u overtuigen en aansporen door Gods profeten en profetes uit onderstaat. Daar hebben we dit eerst ook gelezen. Laat u overtuigen, lieve broeders en zusters in de Sjaartekumenekerken. Ik ken mijn oprechte broeders en zusters in de Sjaartekumenekerken. Christelijk gereformeerde kerken. Geweldig hoe ze bezig zijn en worstelen met de woorden. Hoe ze bezig zijn met Calvijn. Dat ze zeggen, ja, dit klopt niet wat hij heeft gezegd. Inderdaad, dat is fout. Hoe ze bezig zijn met de wet in, al in hun hart hebben. Ja, dat ze gaan beseffen. Heere, Heere, help ons verstaan wat u ons hebt te vertellen. En ook in de katholieke kerk en ook in de hervormde kerk. Maar ze moeten zelfstandig studie doen. Dat blijf ik zeggen natuurlijk. Ik kan mensen helpen door Gods genade, maar zelfstandig studie doen. En wat pijnlijk voor de Zevendaagse Adventisten en Joden. Ze hebben nu de kans voor de zondagswet, met in het bijzonder Zevendaagse Adventisten. Dat hebben we allemaal besproken. En u zit hier, goed kijken, Paulus in de gevangenis. Ik kan u vertellen, zo voel ik mij soms ook momenteel in een gevangenis. Alleen maar Gods woord uitdragen. En er is bijna niemand die die woorden wil horen. Hoe is dat toch mogelijk? Wachten op God. De wachters op een muur. Ben ik nu, in deze tijd, vlak voor 2018. En ik moet wachten tot God zegt, en nu moet je gaan. Dat was met Paulus ook zo. Dat was met de discipelen ook zo. Ze moesten wachten voor de uitstorting van de Pinksterregen. Staat ze allemaal bij elkaar. 120 personen. Lees ik nog maar eens door in Handelingen. Ze moesten wachten in Jeruzalem blijven. In de Zevendaagse Adventistenkerk blijven. Hoort u mij ook altijd zeggen. Het zijn domoren die daaruit lopen. Begrijpen de profetieën niet. En dan gaan ze de gekste dingen doen. En wat is de tegenwerkers van God? Het is volk. En dat is nog veel erger. Splinterbeweging. De zeven. Want wat zal er weer gebeuren als we de 3 hoornenkrachten gaan profeteren? U beseft het wel. Onder de katholieken zijn veel uiterst gewetensvolle christenen. En die wandelen naar al het licht dat hen beschijnt. En God zal voor hen werken. Ik vind het zo geweldig mooi, broeders en zusters. Daar kan ik van genieten. In Openbaring 18 wordt Gods volk opgeroepen uit Babylon te gaan. Volgens dit Bijbelvers moeten er nog velen van Gods volk in Babylon zitten. En in welke godsdienstige organisatie zijn het grootste deel van Gods volgelingen terug te vinden? Zonder twijfel in de verschillende kerken die het protestants geloof belijden. En dit tekentje heb ik ertussen gezet, want dit is de volgende bladzijde. Van hetgeen wat u ook op het internet ziet staan. Dus in die 10 stammen die we hebben uitgelegd, zitten in die ene hoorn de meeste oprechte broeders en zusters in voor de eindtijd. Geweldig. Maar de geruchten van het oosten, Daniël 11 vers 44, let op, oosten, daar komen de 144.000 vandaan. Dus de oprechten, let op. En van het noorden, daar ziet u de katholieke kerken, want dat is het noorden, zullen hem, het pausdom, verschrikken. Daarom zal hij uittrekken met grote grimmigheid om velen te verdelgen en te verbannen. Dus dat is één groep, namelijk. En dus, Zevendaagse Adventisten, Joden en Sjaartekumenekerken, met in bijzonder uit het noorden de katholieken zelf. Die gaan meehelpen de luide roep te brengen.
Bent u bereid om al de waarheid aangaande de drie hoornen opnieuw te profiteren? Binnen alle 3+1 verbonden. Bent u daar bereid toe? Wij komen straks uit die gevangenis vandaan. Het moment komt dat God mij in actieve dienst wil zetten. Indien ik gehoorzaam blijf aan Gods woord en aan de profetieën en aan gerechtigheid door geloven. Daar zijn we mee begonnen. Als ik mijn geweten geweld aan doe, op wat voor manier dan ook maar. Of ik hou mij maar stil, dan kleeft het bloed aan mijn kleren, heb ik eerder gezegd. Ik moet mijn mond open doen. Bij Jeremia, lees dat nog maar eens na, die woorden branden in zijn ziel. Dat is bij mij ook zo. Zo voel ik dat echt. Ik probeer mensen te waarschuwen, maar ze willen niet. Zij branden hun geweten dicht als met een brandijzer. Schroeien ze dicht, zo staat het er. Ook aan Timotheus geschreven. Ik kan alleen meteen zeggen, lieve broeders, het is geweldig om dit te mogen verstaan. Echt geweldig. En daarom wil ik eens met u terug naar Handelingen der Apostelen boek. Weer vanuit het eerste hoofdstuk. Van Jeruzalem tot Rome natuurlijk. Dat weet u. En dan gaan we even verder. Op bladzijde 11, bovenin. Eerste alinea van boven. Tijdens eeuwen. En dan moet u lezen. Tijdens eeuwen van geestelijke duisternis. Middeleeuwen en ook nu. Tijdens eeuwen van geestelijke duisternis is de gemeente van God geweest als een stad. Gebouwd op een heuvel. 7 gemeenten, weet u. Van eeuw tot eeuw werden aan opeenvallende generaties binnen haar muren de zuivere godsdienstige leerstellingen ontvouwd. Denk eens aan de Waldensen. Denk eens aan de Smyrna-gemeente. Onvoorstelbaar. Verzwakt en gebrekkig. Naar het misschien mag schijnen, is de gemeente het enige object waaraan God op een bijzondere wijze zijn verheven aandacht schenkt. Dat gaat dus om die waarheid. Die krijgen die gemeente binnen. Zij is de schouwplaats van zijn genade. Hij heeft er welbehagen in om daar zijn macht tot het omvormen van harten te openbaren. Harten moeten omgevormd worden naar gerechtigheid door geloof. En dan verderop. En in linea verderop. De rest mag u zelf nog eens doorlezen. Het boek proberen we op het internet te krijgen. Dus die zal er, als u dit ziet, opstaan. Wonderlijk is het werk dat de Heer door zijn gemeente beoogt te voltooien. Wonderlijk is het werk met die drie hoorns. 3+1. Jezus Christus in het midden van hun. Opdat zijn naam verheerlijkt worden. Een beeld hiervan is gegeven in Ezekiels visioen van de tempelbeek. Dit water stroomt naar de oostelijke landstreek. Vloeit af naar de vlakte en komt in de zee. In de zee wordt het uitgestort zodat haar water gezond wordt. En alle levende wezens die er in wemelen zullen leven overal waar de beek komt. Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten. Die waarheid wordt verteld en vruchtbomen schieten op. Waarvan het loof niet verwelkt, komen in het heel verbond. En de vrucht niet opraakt, ze blijven profiteren en vruchten dragen. Elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt. Hun vruchten zullen tot spijs zijn en hun loof tot geneesmiddel. U ziet wat hier beschreven wordt door Ezekiel, in Ezekiel 47. Dat maken wij dus nu ook mee, dat is ook een profetie. Dus geweldig mooi. En dan kunt u ook verder lezen nog van Jozef en Daniel. Wat ik u wil vertellen, heel nadrukkelijk wil vertellen en ook bemoedigen is het volgende dat wij die nieuwe wereldorde kunnen verslaan. Niet door kracht, niet door geweld, niet door wat dan ook, maar niet door onszelf, maar door Gods Heilige Geest. En oprecht en daar nog uit kunnen roepen met Gods kracht. Dat is het. En dan verder, want beseffen we wel
dat er inderdaad 10 keer zoveel uit Babylon vandaan komen. Massa's zullen aan de oproep van nieuw licht gehoor geven. En nu begrijp je ook al een beetje dat massa's in de zevendedaagse Adventistenkerk er niet aan gehoor zullen geven. En ook Joden hoogstwaarschijnlijk, maar er blijven nog een groep over, dat weet u. Dus gevaarlijk voor de zevendedaagse Adventisten nu voor de zondagswet. Zielen die verspreid waren onder verschillende religieuze lichamen, gaven gehoor aan de oproep en deze dierbaren haasten zich uit deze verdorven kerken. Babylonische verwarring is daar natuurlijk, valse profeten. Zoals Lot haastig uit Sodom vertrok voordat deze werd vernietigd. Maar die vernietiging komt eraan, die 7 plagen. Er zal een leger van standvastige gelovigen zijn, die tijdens de laatste toets zo stevig als een rots zullen staan. Beseft u dat? Geweldig mooi. Daar kunt u bij horen. Er zullen veel zielen uit de geledenen van de wereld komen. Uit de kerken. Zelfs uit de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is de tweede keer. Wiens ijver veel groter zal zijn dan van degenen die voorheen gewoon waren de waarheid te verkondigen. En even voor de duidelijkheid zal het nogmaals erbij zetten. Dit komt allemaal uit Last Day Events. Daar zijn die haakjes ook voor. Dat heb ik nog niet gezegd, maar u vindt het ook weer in onderstaande titels die hier weer onder staan. Dus wat is hier zo mooi aan? Wiens ijver veel groter zal zijn dan van degene die voorheen gewoon waren de waarheid te verkondigen. Dus de zevendedaagse Adventisten, de Joden, die staan straks te kijken hoe de Sjaartuigemene kerken, de christelijk gereformeerden, de hervormden, de ook evangelische, want er zitten vele valse profeten in de evangelische kerk, maar er zitten ook vele oprechte mensen, die komen er nog uit. Het werk gaan voltooien. Samen met ons. Dat is toch geweldig. Met Jezus Christus als grote voorbeeld. Geen mensen. En dan nog zo'n geweldige quote. Massa's mensen zullen het geloof aannemen en zich bij het leger, het Bijbelse heilleger, hoort je mij altijd over, van de Heer voegen. Velen die afgedwaald waren van de kudde zullen terugkeren en de grote herder met hoofdletter volgen. Want daar moeten wij hun op wijzen. Jezus Christus. Daarom komen wij ook in dat perfecte vierkant van Jezus Christus te staan. Of wij zijn het perfecte vierkant en Christus staat in de midden. Zo wordt dat heel mooi door de profetes allemaal uitgelegd. Wilt u dat? Hebt u daar alles voor over? Dat is elke keer wat u zichzelf aan moet vragen. U zelf helemaal op het offerblok leggen. En niet zeggen, oh wat hij kan, dat kan ik ook wel. Dus ik ga ook maar iets beginnen voor mijzelf. Nee, u moet dus luisteren naar uw broeders. En dat is vaak het geval. Ze stoten elkaar af. Omdat ze zo jaloers zijn, of ze weten het beter, ze willen niet luisteren. Of ze zijn al verduisterd door hun eigen ego. En dat is volop gaande. Binnen de zevendedaagse Adventistenkerk nu. Ja, dat gaat straks natuurlijk ook binnen de Joden zich afspelen. Dat zien we ook bij de Messiasbelijdende Joden. Een hele verandering optreden ten opzichte van het letterlijk Israël. Die gaan naar de valse profeten, heb ik wel verkondigd. Ja, op een bepaald moment moet u beseffen dat u keuze moet maken. En de enige goede keuze, dat mag ook duidelijk zijn. Eerst algemeen uitleg aangaande de 3+1 hoornen per volk. Maar ook per tijdsperiode binnen elk 3+1 volk. Dus ik heb u nu veel bemoediging hopen mee te geven. Dat u doorgaat en dat geweldige mooie verlossingsplan te bestuderen. Zie al die studies door. De Heer heeft het mij ook gegeven. Kijk niet naar mij als persoon. Kijk naar wat Jezus Christus in mij heeft gedaan. Niet naar mij kijken, maar wat Hij, Jezus Christus komt alle lof en eer toe, in mij heeft gedaan. Dat wil Hij ook bij u doen. Neem dat vooral mee. U kunt ook zo'n hoorn zijn. Eén van de 144.000. En zelf kunnen we nog vallen, ik ook. Als ik domme dingen doe, kan ik vallen. Dus we gaan nu eens kijken naar hoe we dat uit willen leggen met die hoorns. Probeer dit beeld goed tot u door te laten dringen. Dit is namelijk de zogenoemde kapstok waar de gehele studie op gebaseerd is.
Dus u weet wat een kapstok is. Laten we eens een staande kapstok pakken. Die kent u. En dat bedoel ik hiermee. Dan komen allemaal kleerhangertjes aan. En die kleerhangertjes zijn allemaal die jas. En die jas komt eraan. En dat komt eraan. Misschien wel een blouse aan. Of een vest aan. Dat maakt even niet uit. Komt van alles aan te aan. Maar die kapstok die moet u kennen. Als jullie kapstok niet weten staan in uw huis, wat dan? Gooit je al die kleren op een bank of op een stoel en waar dan ook maar heen, over de trapleuningen? Ja, waar moeten we met die kleren heen? Nog maar weer terug in de kast. Nee, u moet die kapstok leren weten. Waar die staat en wat er bedoeld wordt. En dat is dit. Voor de hoorns. Dus bij deze. Dit is de kapstok. Eerst hoorn, letterlijk Israël. Die kent u al. Eerste, tweede, derde hoorn. En wie? Met wie? Vierde hoorn. En die gaan we nu uitleggen. Bovenin staat het nummer van de hoorn die bij elk 3+1 verbondsvolk hoort. Eerste hoorn dus hebben we hier als voorbeeld genomen. Dus dat weten we. En dan gaan we verder. Daaronder staat de hoorn met het start, hoogte en eindpunt. Dat hebben we ook al een beetje besproken. Van de hoorn. Hier 1 tot en met 3. U ziet hier ook de nummers in staan. 1, 2 is dus het hoogtepunt en 3 is het eindpunt, zoals u zult verstaan. In de eerste en tweede en derde hoorn zullen we de afval per volk in de tijd gaan ontdekken. Waarna Gods verbondsvolk de laatste keuze maakt. Dus lees dit goed door. Dus de afval in die hoornen gaan we ontdekken van dit bewuste volk. In dit geval letterlijk Israël. In 3 hoornen. In de roze, rode lijn, mag je ook zeggen, zien we de machten van Satan werkzaam om Gods volk te verleiden en te doen zondigen. Dus Satan is continu bezig om u uit die waarheid vandaan te halen. En u wilt natuurlijk naar die waarheid toe, gerechtigheid door geloof. U wilt bij die 144.000 horen, gaan we even vanuit. In de roze, rode gestippelde lijn, die ziet u hier, die stopt daar, zien we het einde van het volk bij het einde van het verbond. Hierna de zondagswet, keuze. Dus er is een eindpunt van deze hoornen. Van in dit geval dus het letterlijke Israël. Ja, wie valt in dat wanhoopverbond? Daarom is het het Satansverbond natuurlijk. Pas daarvoor op, u wilt natuurlijk in het eeuwverbond. Met de vierde hoorn wordt het lam, onze leider, tijdens de luidroep bedoeld. Openbaring 14, vers 4. Wanneer wij het kleed van gerechtigheid zullen dragen. Gerechtigheid door geloof. Voor de 144.000. Die hebben allemaal dus een volwassen karakter in gerechtigheid door geloof. En kunnen de profetieën uitdragen. Met wie wordt het bedoeld? Wie maakt de juiste keuze? Dat is dus hier die wie. Rondom de zondagswetperiode in alle 3+1 volken. Vooral 7e dag staat voor Disney worden natuurlijk heel gevaarlijk voor die tijd. Zoals je weet. De 3+1 lijn zien we door de gehele Bijbel terugkomen. Ook in de eeuwigheid. En die eeuwigheid gaan we als allerlaatste bespreken. Ook deze sheet, print hem uit. Dat u elke keer goed teruggrijpt of plaats hem naast u. Op een computer of naast het scherm op een andere computer. Maakt niet uit dat u even goed tot u door laat dringen. Dit is de kapstok, zo gaan we erin zitten. Want er komen nog wat kleurverschillen in en dat moet u wel elke keer vasthouden. En wat wil ik nu doen met u? Ik wil toch proberen één deel even op te zetten. Dat u daar eens rustig over nadenkt voordat we verder gaan. Wat gebeurt er altijd voor en na een hoogtepunt? Want ik heb mijn aangezicht tegen deze stad gesteld, ten kwade en niet ten goede, spreekt de Heer. Zij zal gegeven worden in de hand des konings van Babel. En hij zal ze, dus de stad, met vuur verbranden. Dus, voor en na een hoogtepunt, hebben we veel ellende, laat ik het dan zo uitdrukken. Zoveel ellende dat we daar niet blij van worden. Voor en na. Het hoogtepunt. Weet u het nog? Het hoorntje bovenin. Doch een nalezing, een overblijfsel, zal daarin overblijven, gelijk in de afschudding eens olijfboms. 2 of 3 zien in den top der opperste twijg. En 4 of 5 aan zijn vruchtbare takken, spreekt de Heere, de God Israëls. We zien het gevolg.
is overblijfsel. En ik zal ze achterna jagen met het zwaard en met de honger en met de pestilentie. Eerste, tweede, derde plaag. En ik zal ze overgeven tot een beroering. Allen, let op, 10, allen, koninkrijken der aarde. Tot een vloek en tot een schrik en tot een aanfluiting en tot een smaadheid onder al de volken waar ik ze heen gedreven zal hebben. Een totale schudding dus. Je moet eens even opletten. Ik ben heel goed met me meelezen. Als er een schudding binnen Gods volk is, komt er ook een shifting binnen Gods volk. Even doorlezen, zal ik u hierna wat uitleggen. De schudding wordt vaak aangebracht door een buitenstaande partij. Afgezien wel. Kan ook binnen een partij zijn, maar overwegend een buitenstaande partij. De shifting komt tot stand door de keuze, let op, door de keuze die ieder persoon voor God heeft gemaakt. Dus shifting keuze. Oorzaak en gevolg is dat wij God laten zien wie we werkelijk in ons hart zijn. Ja, dat zegt u, snap ik nog niet helemaal. Ik pak een gewone 7 even voor u. U kent die 7 misschien nog wel. Speelden we vroeger ook mee. Weet je nog, in de zandbak? Ik nog wel hoor, anders zand erin. En in één keer bleven er allemaal steentjes in zitten. Maar wij moesten wel schudden. En maar schudden, en maar schudden. En op lange last, hey, dat was leuk, al het zand viel weg. En de steentjes bleven over. Dat doen goudzoekers nu nog, hè, dat weet u. Dus wij moeten die goudaders zoeken. En die schudding moet eerst komen voordat wij het goud zien. Mooi is dat. Wat houdt dat in? Schudden. De wereld wordt geschud door de nieuwe wereldorde. Draakbeest, valse profeten. Vuurballen die uit de lucht komen. Dus wat is dit? Wat doen wij verkeerd? En dan gaat er iets gebeuren. Wat gaat er dan gebeuren? Dat God aan u de keuze laat. Wat doet u? Blijft u na het schudden over als een steen, als een parel, als een stukje goud? Dan is het. Bent u groot genoeg om niet door die 7 heen te vallen? Hebt u meer als genoeg kennis om niet door die 7 heen te vallen? Want kennis is wel belangrijk, want mijn volk wordt uitgeroeid door gebrek aan kennis. En nu gaat u wat verstaan. Als u die profeten aanwijst en uw gerechtigheid door geloof aanwijst, uw geweten wegschroeit, de 10 geboden niet meer wilt houden, wat dan? Dan is het einde daar. Dan is het einde daar. Volgens mij heb ik nu duidelijk. Nou, dan gaan we eens verder. Deze punten gaan we straks allemaal bekijken. Wat stellen de eerste 3 punten van de eerste hoorn voor bij het letterlijk Israël? Dus hou deze even vast. Daar gaan we straks mee verder. Dus het is nu ontzettend belangrijk voor u en voor mij om te beseffen wat God met u wil. Of wat wilt u? Maakt u juist de keuze? Daar draait het om. Wilt u wel juist de keuze maken voor God? En ik kan alleen maar tegen u zeggen, hij, onze geliefde Heer Jezus, is het waard. Maar u moet wel studeren, dat kan ik niet voor u doen. Ik kan u wel helpen. Dan heeft de Heere God mij voor aangewezen, ook voor geroepen, om u te helpen. En dat doen we hier met alle liefde. Ik hoop u straks weer te zien, bij het volgende deel. En dat is, dat ziet u hier staan, deel 6. De 3+1 hoornen in start, hoogte en eindpunten. En ik heb u al deze sheet laten zien dat dit het gedeelte is wat we gaan behandelen. Op deze manier, met startpunt, hoogtepunt en eindpunt. Dus bij deze. Ik hoop straks weer te zien en heel veel sterkte bij de studie. En tot straks. Hartelijk welkom mensen weer bij het volgende deel van zijn boodschap in de profetie. Serie C, deel 6. De 3+1 hoornen in start, hoogte en eindpunten. Daar hebben we over gesproken. Hebt u al een klein voorbeeldje van gezien, zoals u weet. En daar willen we op verder gaan. Om dat uitleg te geven.
Hoe zit dat precies? Dan willen we eerst weer wat lezen, want als wij de geestenprofetie er heel goed bij pakken, dan lezen we in principe wat God met u en mij van plan is. En ik heb u al wat voorgelezen uit het eerste hoofdstuk. Lees dat hele hoofdstuk van de handelingen der apostelen goed door. En ik wil even naar hoofdstuk 2. De opleiding van de 12 staat erboven. Uit van Jeruzalem tot Rome, bladzijde 14 of handelingen der apostelen. Bovenin, moet je opletten, we hadden ook een Elia en een Elia. Weet je het nog? Dat is heel interessant. Heel interessant. Ik probeer niet alles direct te vertellen, want er komt ook nog heel veel in de erediensten terug, maar bij deze. Bovenin, bladzijde 14, de opleiding van de 12, dus 12 keer 12.000. Leest u zo even. En lees even Elia en de Elia's. De oude werkers moet opgeleid worden. Om zijn werk voortgang te doen vinden, koos Christus niet de geleerdheid of de welspraakheid van de leden van het Joodse Sanhedrin. En evenmin de macht van Rome. Nou, dat mag duidelijk zijn. Ook in onze tijd. De eigen gerechtigde Joodse leiders, Sadduceeërs natuurlijk waren dat, voorbijgaande koos de meesterwerker met hoofdletters, eenvoudige, ongeletterde mannen, om de waarheid die de wereld zou beroeren, en daar zijn we mee bezig, in opschudding te brengen, weet je het nog, met de zeef, te verkondigen. Hij besloot deze mannen op te leiden. Wie besloot dat? Hij, Jezus Christus. De meesterwerker besloot deze mannen op te leiden. U wordt opgeleid persoonlijk door Jezus Christus. En voor te bereiden tot de leiders van de gemeente. Dat klopt. Dat klopt hier straks, want we krijgen 1:3+1 nieuw volk. Leiders van die gemeente worden ze, die drie hoorns. Plus 1, Jezus is de grote leider natuurlijk. En ze gaan straks ook alle werelden, miljoenen werelden bezoeken. Dat is ook heel interessant. Dus, en hen voor te bereiden tot de leiders van de gemeente. Hier en in eeuwigheid. Zij moesten op hun beurt anderen onderrichten. En hen uitzenden met de evangelieboodschap. Opdat zij in hun werk zouden slagen. En nu niet alleen de evangelieboodschap, maar ook de profetieën, zo zult u verstaan. Werd hun de kracht van de Heilige Geest geschonken. Wat is die kracht van de Heilige Geest? Laatste event. Wat is het teken van de Heilige Geest? Dat u kunt spreken in allerlei talen. Niet de vervalsing die ze nu hebben in de evangelische pinksterbewegingen. Hè? Tongentalen, blablabla. Brabbeltalen zijn dat. Dat is een grote leugen. Dat is satanisch werk. Nee, spreken in verschillende talen. Paulus zegt, ik kan toch het meeste taal van jullie spreken, geeft hij aan. Dus hun de kracht van de Heilige Geest geschonken. Niet door menselijke macht, pas dus op, verhef u niet. Of door menselijke wijsheid zou het evangelie worden verkondigd. Maar door de kracht van God. En daar kunnen we amen op zeggen. Zo is de situatie. Zo wordt er na die geweldige waarheden gekeken. En dan gaan wij eerst eens met de eerste sheet beginnen. Ik heb hem u laten zien. En die gaan we eens invullen. Want wat stellen de eerste drie punten van de eerste hoorn, dus let op, drie punten, eerste hoorn, voor bij het letterlijk Israël. Dus dat letterlijk Israël houden we aan. Eerste hoorn, letterlijk Israël. Heb ik u al laten zien in de vorige sheet, dus hier hoeven we niet veel meer over te vertellen. We hebben wel een hoogtepunt natuurlijk, vanuit het startpunt vandaan en een eindpunt vanuit het hoogtepunt vandaan. Om het zomaar even uit te drukken, even anders naar beide kanten toe. Startpunt, wat is daar bij de letterlijke Israëlieten gebeurd? De eerste tabernakel, Mozes als leider van het volk aangewezen. Geen familie meer, moet je onthouden, want eerst kwam Jacob als familie naar Egypte toe en later was het geen familie meer, toen was het een volk. Dan kwamen ook andere mensen bij. Zoals je weet. Zie echt bijbelstudies door van de profetenschool 3+1 verbond. Heb ik allemaal uitgelegd. En wat gebeurt er dan? Rebellie binnen Gods volk. Onder andere met Korach, Datan
en Abiram. Natuurlijk weer drie vijanden. En een geheel opstandig volk. Dat was natuurlijk ook al weer met het kalf. Met wat ze er allemaal mee hebben gedaan. Binnen 40 dagen waren ze hun leider al kwijt. En wat Jezus had gezegd. Mozes maakte één fout en mocht niet levend het beloofde land binnengaan. Is gelukkig wel opgewekt natuurlijk. Judas lezen we dat. Volk wat steeds meer opstandig. Met een teken van Christus, de slang, op een stok door Mozes verhoogd. Voor het hoogtepunt speelt zich dit af. En wat was het hoogtepunt? Het hoogtepunt, het eerste punt daarvan. Het beloofde land aan Abraham beloofd wordt aan Gods volk gegeven met Jozua als aanvoerder. Dat is ook heel interessant. Veel al over verkondigd in de eredienst. Twee, bijna, dat is belangrijk, bijna alle heidense volken worden uitgeroeid door de Israëlieten. Maar het volk is nalatig met de gevolgen. Ze hebben ze dus niet allemaal uitgeroeid. Koningshuis bevestigd aan David en zijn nazaten. Dat is weer die Judalijn, dat moet u even meenemen. Dus we zien hier ook een David in die Judalijn terugkomen, een koning. En dan gaan we verder, hierna schudding binnen Gods volk. Jeremia 21, vers 10 en Daniel natuurlijk. Die werd ook verbannen naar Babylon en naar Syrië werden ze weggevoerd. En dan krijgen we het eindpunt weer, die dieptepunt. Dus we gaan eerst al van een dieptepunt naar een hoogtepunt, van een hoogtepunt weer naar een dieptepunt. Eindpunt. De tweede tempel verwoest. Let op, tel even die tempels mee. Eerste tempel in de woestijn, tweede tempel van Salomo. Leiders maken opdracht niet af door alle volken te overwinnen. Hierna afgoderij plus wijverij. Nou, dat was niet normaal wat daar gebeurde. De profeten profeteren, maar wordt niet nageluisterd. En dan derde punt, de profeten worden letterlijk vermoord. Jesaja doormidden gezaagd, Jeremia in de put geworpen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Verschrikkelijk. Babylonische ballingschap, Gods volk is vervallen in afgoderij. Dat is daar gebeurd. Babylonische ballingschap, Nebukadnezar periode, enzovoort, enzovoort. Wat een afval. En dan komt als allerlaatste een draak, verbond met de duivel en zijn handlangers lijkt te overwinnen. Het is nu echt zaak voor u om dit heel goed tot u door te laten dringen. Ik kan zoveel punten meer invoeren, maar het heeft geen zin. U moet zelfstandig nu begrijpen wat hier aan de hand is bij die eerste hoorn, bij het eerste volk, en dat is het letterlijk Israël. Dat moet u nu verstaan. Want we maken het ietsjes moeilijker qua kleur straks. We gaan verder met dit laatste punt uitleggen. Draak verbond met duivel en zijn handlangers. En dat is, draak verbond met de duivel en zijn handlangers lijkt te overwinnen, heb ik erbij gezegd. De draak Satan is actief op alle fronten, zowel binnen als buiten Gods volk. Ook verplaatst hij zich telkens. Lukt het Satan Gods volk niet te verleiden op de ene manier, dan wel op de andere manier. We kennen dat heel goed in de zevende-daagse Adventistenkerk. Ene kant om, andere kant om. Hij probeert het aan alle kanten Gods volk te verleiden. We kunnen constateren dat in alle 3+1 hoornen één of meerdere specifieke machten, heb ik machten ook neergezet, gaande zijn. Of macht. Om Gods volk te laten struikelen, zoals ik al zei. Ook bij de zevende-daagse Adventisten nu. We weten dat er vele koningen binnen het volk Israël zijn gevallen. Zelfs koning David met Bathsheba en vele zonen van David, zoals Salomo met zijn 1000 vrouwen en bijwijven. Alleen maar hoereerderij. Nehemia 5, 12 en 13 weer, zelfs uit Egypte. Lees je die tekst. Ook buiten het volk was Satan continu actief in heidense landen, waardoor veel strijd moest worden geleverd om de vijanden buiten te houden, vaak door het volk zelf afgeroepen door hoererij en afgoderij. Verschrikkelijk wat er gebeurde. Ze offerden hun eigen kinderen. Was een gruwel voor God. Eindconclusie. De draak is op meervoudige aanwijsbare plaatsen werkzaam om Gods volk, in dit geval het letterlijk Israël, te verleiden.
Neem dat vooral mee. En het moderne en het geestelijke Israël komt nog. Dat moet je nu wel vasthouden. Maar we blijven eerst bij het letterlijke Israël. Dus hou dit vast. De draak is op veelvuldige plaatsen bezig om Gods volk te verleiden. Dat is nu ook zo. Maar we blijven bij het letterlijke Israël, zou ik zeggen, anders wordt het te moeilijk voor u. Maar we gaan daarom ook gewoon verder. Wat stellen de drie punten van de tweede hoorn voor bij het letterlijk Israël? Weer tweede hoorn, letterlijk Israël. En dan heb ik die hoorn heb ik wel oranje gehouden. Dus we spreken trouwens over letterlijk Israël, want het staat erboven. En die heb ik oranje gehouden, want dat komt straks allemaal een beetje overeen. Weer startpunt, hoogtepunt, eindpunt, tweede hoorn. En wat is er toen gebeurd in de geschiedenis van het letterlijke Israël? Hou hem vast, in de geschiedenis van het letterlijk Israël. Startpunt 3, de tempel van Esther is gebouwd. Noemen we wel Esther tempel. Drie leiders gekozen, Esther, Nehemia, Haggai. Herbouw, derde tempel, geen tweede tempel meer. Dat weten we, de Salomo tempel. Rebeli binnen Gods volk, onder andere met Sanballat, Geshem en Tobia. Is heel opstandig volk. Had dus ook met de Samaritanen te maken toen. Maar nog veel meer, ze werden steeds opstander, ook nadat de tempel was gebouwd. En erger nog, met die tempelbouw, daar is Jezus Christus niet ingekomen. Die is niet bevestigd, neem dat even mee. Toen niet, op dat moment. Later wel, maar toen niet. Johannes de Doper maakte een fout, twijfelde aan Christus. Dat klopt. Dat hebben we ook een beetje bij Miller gezien, in zijn opvolger ook. Volk wordt steeds meer opstandig en verachten de tekenen van Christus' komst. Gevolg kruisiging van Jezus Christus. In onze tijd willen ze u ook wel kruisen, begrijpt u het? Dus neem hem even mee, u mag wel telkens voor uzelf die switch maken. Dan onthoudt u dingen beter. Maar wij gaan gewoon verder. Het hoogtepunt bij het letterlijke Israël toen. Eerst de beloofde Messias. Aan Mozes beloofd wordt, aan Gods volk voorgesteld en gegeven, maar gedood. Hoe is dat toch mogelijk? Bijna alle heidense volken komen in aanraking met Christus als heiland. Zieken worden genezen door God. Genadeverbond bevestigd aan alle volken. Ephraimlijn dus. Ontstaat hierna weer die scheef, de schudding, binnen Gods volk. Lees Nehemia 5, 13 en vooral 70 na Christus is dat gebeurd. Eindpunt. De derde tempel verwoest, dat weten we. 70 na Christus. Leiders verwerpen Christus als zoon van God, vallen in haat. De discipelen profeteren, maar wordt niet naar geluisterd. Ook nu, hè? Let op, 7e dag staat het is. De discipelen worden letterlijk vermoord, nu geestelijk vermoord. Zoals Jacobus, Stefanus, einde 70 weken, Gods volk. Ook Paulus en Petrus, beiden in Rome. Natuurlijk wel door de Joden. Vierde, verstrooiing over de heidense volken. De derde tempel wordt u woest gelaten. Er blijft een overblijfsel over van het letterlijke Israël. En vooral deze laatste regel. Uw tempel, de derde tempel, daar hebben we het over, die is verwoest. 70 na Christus, wordt u woest gelaten. Het beest, Rome, letterlijk geen soevereiniteit meer. Wat houdt dat in? Rome had daar de macht. Het volk, letterlijk Israëlieten, Joden, hadden allen soevereiniteit overgegeven aan het letterlijke Rome. Dat weet je. Gaan we later ook nog op in bij deze. Eerste beest. Rome, letterlijk geen soevereiniteit meer in Israël. Gaan we nu een beetje uitleggen. Het eerste beest, Openbaring 13a, even naar onze tijd toegerekend. Wordt hier al genoemd, want het is dezelfde aanwijsbare Romeinse macht die telkens Gods volk in de val lokt. Oei, om hun soevereiniteit op te geven, omdat ze in het geval van het letterlijke Israël beschermd willen worden tegen de vijanden. Vorige eerste hoorn landen, heb ik erbij gezet, rondom hen en daardoor iets doen wat God niet wil. En in principe, dat betekent die eerste hoorn. In die eerste hoorn hebben ze niet al die heidenen vernietigd. Dat is het punt. Daar ligt het probleem. Ze zijn niet doorgegaan Jezus Christus te aanbidden.
hoe het moest. En gehoorzaam te zijn om alle volken uit te roeien rondom hem. Wat doen ze met deze daad in werkelijkheid? Ze vertrouwen niet meer op God, maar op de machthebbers en mensen om zich heen. En hoe denkt God over zo'n situatie en zo'n besluit, maar vooral over hun daden? Moet eens kijken, Jeremia, alzo zult gij aflaten. En dat om uzelf, van uw erfenis, het land dus, want dat is de erfenis, die ik u gegeven heb. En ik zal u uw vijanden doen dienen in een land dat gij niet kent. Want gij lieden hebt een vuur aangestoken in mijn toorn. Tot in eeuwigheid zal het branden. Zo zegt de Heere, vervloekt is de man die op een mens vertrouwt. En vlees dat zijn arm stelt en wiens hart van de Heere afwijkt. Want hij zal zijn als de heide in de wildernis die het niet gevoelt. Wanneer het goede komt, de Pinksteren, die is gekomen bij hun. Ze voelen het niet meer, maar blijft in dorre plaatsen, in de woestijn, in zout en onbewoond land. Dus u kunt ook zeggen, als het goede komt, spaardering komt in onze tijd. Beseft u dat? En dit is geschreven in Jeremia's tijd, bij de ballingschap natuurlijk. Maar dat is ook gebeurd in Christus' tijd, vijfde hervormingsperiode. En dat is ook gebeurd in de zesde hervormingsperiode. En dat gebeurt weer in onze tijd, zevende hervormingsperiode. Dus je kunt ze allemaal op een rij leggen. Dat is het wat God u wil leren in 48 punten. Begrijp. Dan gaan we naar het volgende punt van letterlijk Israël. Volgende hoorn. Wat stellen de drie punten van de derde hoorn voor bij het letterlijk Israël? Let op even die kleuren. Ik heb die nummertjes daar weer bijgezet. 7 tot 9. U ziet hier weer die middelste hoorn. Een startpunt. Wij, vierde, tempel. Let even op. Paulus voor de heidenen geroepen. Geen derde tempel meer. Ons lichaam is de vierde tempel. En Petrus is specifiek voor de Israëlieten. Letterlijke Joden geroepen. Maar Paulus natuurlijk ook. Want dat hebben we gelezen. Rebellie binnen Gods volk, onder andere tegen het christendom met de 1260 jaar. Het volk is geheel verdrukt. Kruistochten, 1260 jaar. Einde 2520-jarig vloek, 1798 in 1844, Jeremia 31. Komt een nieuw volk, ja daar is niemand blij mee natuurlijk, maar dat is zo. Dat nieuwe verbondsvolk is daar gestart. Na 1844. En dat zijn de zevendaagse-adventisten. Volk wat verleid door vals te profeteren. En u weet dat. Vooral de messiesblijvende Joden. 1000 jaar rijk wat ze allemaal hebben. De tempel herbouwd hier op aarde. Nee, ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Wordt halfslachtig. Dat hele volk wordt halfslachtig. En wat gaat er dan gebeuren? Let op, we zitten in het letterlijk Israël. Hoogtepunt. Bijna alle christelijke volken verwachten de tweede komst van Christus na 1844. Oude testamentische profetie, Daniel dus, wordt opnieuw verstaan. En ook openbaring. Derde nieuw verbond voor allen. Iedereen kan erin komen. Wordt bekend. De 3+1-patroon had toen al kunnen starten. Het beloofde herstel wordt geprofeteerd na 1798 en 1844. Lees Miller, geroepen door God, en E.G. White, geroepen door God. Kans om juiste keuze te maken. En wat gebeurt daar rondom die tijd, rondom 1844? Grote verdrukking binnen mijn volk. Jeremia 29 vers 18, Openbaring 7 vers 14. U kunt natuurlijk elke keer van die eerste tot en met die zesde hervormingsperiode ook dat Jeremia daar heeft geleefd, kunt u elke keer die teksten erbij pakken. Want die kloppen elke keer. En wat gaat er dan gebeuren? Eindpunt, vierde tempel. Einde van die vierde tempel. Hier op aarde, leiders verwerpen het nieuwe verbondsvolk. Eerste holocaust. De zevendaagse adventisten profiteren, maar wordt bijna niet naar gehoord. Let op. Dit is het gevaar in die eindtijdgeschiedenis voor de letterlijke Israëlieten. Vele martelaren worden letterlijk vermoord, zoals toen Jacobus.
geen oude en genade verbond meer. Let dus op, heb ik u eerder op gewezen. U kunt zich niet meer beroepen op dat oude verbond. U moet naar het nieuwe verbond toe. Iedereen moet in het nieuwe verbond komen na de zondagswet. Hierbij doodsdecreet. Na zondagswet hebben we dus ook de nieuwe wereldorde rondom die zondagswet stappen. En dan moeten we allemaal Openbaring 7 vers 15 in die tempel. En dat is ook de kans voor de letterlijke Israëlieten om in de eeuwige tempel te komen. Dus u moet als letterlijke Israëliet er alles aan doen om in deze eeuwige tempel te komen. Valse profeten, vals verbond en met tovenaars. U ziet, alles speelt zich hetzelfde af. U ziet mij veel minder in beeld, want ik probeer zoveel mogelijk mij te concentreren op wat zich afspeelt hier. Op het bord, want die valse profeten, vals verbond en met tovenaars uit de VS. Valse profeten, tovenaars heb ik ze hier genoemd, maar je mag ook valse profeten zeggen. De Joodse valse profeten vinden hun oorsprong in de VS. En ook zijn daar de Messias beleidende Joden ontstaan. Behandeld in profetische van zijn boodschap D. Dus dat krijg je allemaal nog letterlijk van mij te horen. Ook hebben voorgenoemde valse profetieën aangenomen. Zoals het herstel van de staat Israël. Het duizendjarige valse vrederijk enzovoort. Maar te zwijgen over besnijdenis en al dat soort dingen. Hierdoor zien we duidelijk dat de orthodoxe Joden, het letterlijk Israël, welke toen voor 1844 in het nog aanwezige oude verbond zaten, in het voordeel zijn, aangezien zij nog niet verkeerd beïnvloed zijn, besmet zijn, zoals de Messias blijvende Joden. Neem dat even mee, want we spreken nu over de orthodoxe Joden. Met de valse profetische doctrines uit vooral de evangelische kerk. Alhoewel daar natuurlijk in dat letterlijke Israël ook vervalsingen zijn. De huidige orthodoxe Joden hebben alleen Christus niet aangenomen. Omdat dit van de Vader op Zoon is overgedragen. Ze hebben wel kennis van het Oude Testament. En ook veel kennis. Maar passen het nu verkeerd toe. Nu de vraag, hoe gaat God hiermee om? Romeinenbrief spreekt hierover. Neemt u dat vooral mee. God is een langmoedig en genadig, ontzettend barmhartig God. Hij wil iedereen wel in die hemel hebben. Maar u moet wel zelfstandig keuze maken. Er wordt gezegd, en het goud blijft over. Het goud van Ophir blijft over. En bent u als mens kostbaarder dan het goud van Ophir. Daar ligt de vergelijking met de zeef, met de sifting. En de schudding, sifting, keuze maken. Dan gaan we eens kijken naar het overblijfsel. De vierde hoorn. Hoe worden de Joden binnen de 3+1 hoorn weer geënt bij het overblijfsel, de 144.000? Voor hen, dus de Joden, gaan de woorden in vervulling. Doch allen die hen aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Hij is gekomen tot de zijnen. Drie verbondsvolken, weten we. En de zijnen, drie verbondsvolken, hebben hem niet aangenomen. Vers 11. Maar het overblijfsel van de Joden, 1 keer 12.000, straks wel. Neem hem even mee. Onder de Joden zijn er enkelen die gelijk Saulus van Tarsus grote kennis van de schriften bezitten. En deze zullen met wonderbare kracht de onveranderlijkheid van Gods wet, heb ik u eerder over gesproken, verkondigen. De God van Israël zal dit in onze dagen tot stand brengen. In onze dagen, dus rondom die luidroepperiode. Zijn arm is niet verkort, zodat hij niet zou kunnen verlossen. Wanneer zijn dienaren, overblijven, 7-daagse adventisten, 1 keer 12.000, in geloof arbeidend voor hen, dus de tweede hoorn, Joden, die zo lang veronachtzaamd en veracht zijn geweest, zal zijn heil worden geopenbaard. Houd rekening met de Messias blijvende Joden, zeg ik erbij. Die willen heel graag de valse profetieën uitdragen. Daar moet u dus voor oppassen.
opmerking. In de erediensten van zijn boodschap wordt de gehele Romeinenbrief behandeld. Houd er rekening mee dat als men eenmaal in de valse profetieën gelooft, daarom heb ik dat eronder gezet, houd rekening met de zeer blijvende Joden, men hier heel erg moeilijk weer uit kan komen. Ten einde overtuigd te worden van de juiste onpopulaire waarheid. En rekent u maar dat dit een enorme onpopulaire waarheid is. Zonder zonden kunnen leven. Nou, dat moet u eens gaan vertellen in de Adventkerk momenteel. Of in de evangelische kerken. Ook in de Sjapitamene kerk. In zijn totaliteit. En ook bij de Joden. En dat kan alleen Christus in u doen. Dus als u Christus niet in u hebt, kunt u niet zonder zonde staan. En u zult ook merken, hoe meer u tegen mensen aanpraat, die niet geheiligd willen zijn, en willen worden, de wet van God verwerpen, hun geweten is knoeien. Heb ik zo pas ook gezegd, kunt u niet meer tegenin spreken. Werkt niet meer. Ze verstaan het niet meer. Ze zijn totaal verduisterd. Echt verduisterd. Ja, en dan komt er iets bij. Komen dan alleen de orthodoxe Joden in de vierde hoorn? Nee. Ook de Messias blijvende Joden hebben de kans. Mag duidelijk zijn. In principe zitten de Messias blijvende Joden in de Sjaartukumene kerk. Want ze hebben Christus aangenomen. Dus vandaar. Daarom, zo zegt de Heer, die Abraham verloste, tot het huis van Jacob. Eén keer is de eerste Jacob, de 144.000. Ik zeg ook heel vaak tegen u, Jacob heeft alles te maken met de 144.000, met in het bijzonder de zevendaagse Adventist. Eén keer 12.000 dus. Zal nu niet meer beschaamd staan en zijn aangezicht zal niet meer verbleken. Dus de drie volken in de vierde hoorn, 144.000, worden als een banier opgericht. Dus in die vierde hoorn komt een geselecteerde groep. Dat wil ik daarmee zeggen. Dan heb ik die vierde hoorn ook niet als hoofdletter aangeduid. Doe ik straks wel. Moet u even rekening mee houden dat ik dat heel expliciet hierop wijs. Want wanneer hij en zijn kinderen het werk mijner handen in hun midden zien, dan zullen zij mijn naam heiligen en zij zullen de heilige Jacobs heiligen en voor de God van Israël ontzag hebben. Ook de tweede, daar hebben we het dus over. De dwalenden van geest, zij die de valse profetieën vanuit de VS hebben aangenomen, dit zijn de Messias blijvende Joden, zullen in zich kennen. En, dat is de derde groep, de morrenden. Orthodoxe Joden zullen inderdaad met tegenzin inzien dat ze een verkeerde leer, namelijk Christus' eerste komst, zal nog plaatsvinden, want dat is een verkeerde leer, zullen lering, dus nieuw licht, dat heb ik ertussen gezet, had even geel gemoeten, aannemen. Dus we zien heel goed dat God nog iets voor heeft met alle Joden. We weten dat er nog steeds drie verschillende groepen in het letterlijk Israël aanwezig zijn. En genoemd zijn in het evangelie van Gods onfeilbaar woord. Altijd zijn er drie groepen. Fanatici, liberalen en een zeven. Splinterbeweging. Heb ik heel veelvuldig in de I-serie Matthäus evangelie allemaal behandeld. Dus die vinden we nu ook weer terug en die vinden we overal terug. Dus bij deze hou er rekening mee, hoe leest gij? Verstaat gij wel dat die tweede hoorn, die letterlijk Israëlieten een hele grote kans krijgen om bij de 144.000 te horen. En natuurlijk ook zullen daar vele martelaren zijn. Maar na die zondenswet bent u of martelaar? Hebt u het nog helder? Heb ik gezegd. Met een rode streep eronder. Of u bent martelaar, of u zit bij de tweede groep. De eerste groep mag u ook zeggen. 144.000. Dus bij deze. Of martelaar. Of 144.000. Of in het nieuwe verbond, of in het eeuwverbond. Dat is het verschil. En dan krijgt iedereen op deze aardbol de kans toe. En niets met duizendjarige rijk en al die vervalsingen. Nee, let op. De belangrijkste vierde hoorn, nou ziet u die hoofdletter, is voor
onze luide roeptijd. Waarom is de vierde hoornperiode zo belangrijk voor elk verbondsvolk? Elke periode van de christelijke geschiedenis is toch even belangrijk? Waarom hebben alle 3+1, 3 verbonden, hier nog een laatste kans? Waarom wordt God spade regen met hoofdletters na de zondagswet uitgestort en niet eerder? Ik heb u al iets over verteld. Was de Pinksterregen dan niet voldoende voor ons allemaal? Zijn alle mensen verloren als ze de Sabbat niet hebben gehouden? Waarom heeft God als laatste de luide roep ingesteld, zegel van God? Waarom moest dit allemaal zo lang duren, 6000 jaar op aarde? Welke voorrechten hebben de 144.000 in deze tijd en later in de hemel? Als de oprechte in de vierde hoorn komt, wat gebeurt er dan met hen? In die vierde hoorn, let op, met Jezus Christus. Hoe kunnen we weten of zien dat een persoon in de vierde hoorn zit? Dicht bij Jezus Christus, dat perfecte vierkant. Komen al de drie volken op hetzelfde ogenblik in de vierde hoorn, de rus? Welk doel heeft de vierde hoorn voor de eeuwigheid in het eeuwverbond? Ik heb hier heel vaak de vierde hoorn met hoofdletter aangegeven, omdat u heel dicht bij Christus leeft. U volgt hem waar hij ook heen gaat. We kunnen nog meer vragen opstellen, maar we willen ons gaandeweg hierin verdiepen. En juist ook in de profetenscholen in het land kunt u die vragen gaan stellen. Als u meer vragen hebt, schrijf ze op, dan kunt u ze stellen. Dus we gaan een paar vragen behandelen, niet allemaal, want we houden natuurlijk zoveel vragen over, we kunnen wel door blijven gaan. Maar ik wil u wel iets vertellen. Bijvoorbeeld, waarom is de vierde hoornperiode zo belangrijk? God heeft in zijn oneindige genade en barmhartigheid binnen het verlossingsplan een periode van extra uitstorting van zijn Heilige Geest in de vorm van een spaarregen. Dus dat is de late regen in het begin. Omdat de verborgenheid der ongerechtigheid, dit zijn de meest gruwelijke zonden waar Satan de wereld toe heeft verleid, Openbaring 18 vers 5, met die kickforce natuurlijk, die 3 van Openbaring 16 vers 13, zo ver is gegaan dat God tegenover Satans plannen iets gaat doen, waardoor alle geloofsgemeenschappen, niet één uitgezonderd, de grote strijd tussen Christus en Satan, dat weet u, heb ik u eerder over verteld, Christus voor de 144.000 in die drie hoornen en Satan voor die drie hoornen, Openbaring 16 vers 13, draak, beest, valse profeten, kunnen aanschouwen. Dat is de strijd dus. Vervolgens kan men vanuit de Bijbelse profetieën en bij het zien van de getuigen van Christus, de vierde hoorn, dat is Christus, die de gerechtigheid van Christus bezitten, gerechtigheid door geloof wat we nu hebben geleerd, heel goed en juiste keuze maken in de eindtijdcrisis. Een voorbeeldfunctie hebben die dus. Of men kiest voor de vervalsingen van Satan in deze wereld, dat is dus het wanhoopverbond, dat kennen wij. Of men kiest voor de grote liefde van Jezus Christus, onze verlosser en God, de Vader, die zijn Zoon voor deze wereld heeft gegeven. Gezien in getuigen van Jezus Christus. Dat zijn die drie horenden, dat zijn getuigen van Jezus Christus. En die hebben gerechtigheid door geloof. En de profetieën. God laat ons in deze tijd duidelijk zien, maar ook profetisch ontdekken, dat er geen grijs gebied is. Maar dat volledige overgave aan Gods eis, de 10 geboden, wordt gevraagd om in eeuwigheid bij hem te kunnen leven. En ik wijs u heel vaak op die 10 geboden. Gerechtigheid door geloof komt uit die 10 geboden vandaan. Elke periode van de Joodse christelijke geschiedenis is toch even belangrijk, vragen een hele hoop mensen zich af. Nou, ik heb daar wat teksten bij gezet. In deze eindtijdperiode zijn er vele valse profeten. Ik heb lang niet alle teksten opgeschreven, maar even een paar. Lees 2 Korintiërs enzovoort enzovoort en Matthäus 7. Dan kunt u Matthäus
24 erbij pakken. Door de hele Bijbel heen zijn die valse profeten daar. En u beseft wel, de oprechte profeten hebben het zuivere licht van God en die leven gerechtigheid door geloof uit. Dan kunt u dat dan zien. Aan de vruchten zult u kunnen zien. En straks helemaal, als ze straks grote wonderen mogen doen. Maar dat doet Satan ook met zijn handlanger in de Pinksterbeweging. Dus daar kunt u dat lang niet zo goed aan herkennen en zien. Dus hou er rekening mee. Vertel eens in alle schrift met erbij. De derde getuigenis, Oude Testament, Nieuwe Testament, vanuit de Bijbel. En de derde getuigenis, ja of nee. Daar kunt u dat aan herkennen. Inderdaad, maar in alle drie verbondsvolken zijn de ongerechtigheden en vervalsingen aangaande Gods geboden steeds verder toegenomen. De Joden begonnen binnen 40 dagen met een gouden kalf. De christenen begonnen binnen enkele weken te bedriegen. De Ananias en Safira kunt u nu ook op deze tijd terugpakken, deze gebeurtenis. De zevendedagsadventisten begonnen enkele maanden al af te vallen van de waarheid ten opzichte van Daniel 8 vers 14. De tweede getuige was 2520 jaren. Ook nu de afval over hetzelfde onderwerp. U moet eens spreken over de 2520. Ze wijzen radicaal de 2300 aan en morgens daarmee af, want ze hebben geen tweede getuige meer. En ze worden direct gewogen, wat dat getal betekent. Gewogen, gewogen en te licht bevonden. Hoeveel adventisten zijn nu te licht bevonden? Aan bovenstaande kunnen we nog vele voorbeelden toevoegen. Maar het moet ons duidelijk zijn dat wanneer God in de eindgeschiedenis geen volle uitstorting geeft van zijn Heilige Geest in de vorm van een spaderegen, we nooit levend zonder vlek of rempel en bedrog de poorten binnen kunnen en mogen gaan. Alle 10 geboden, Exodus 20, vers 1 tot 17, moeten worden gehouden en uitgedragen. Want de juiste keuze moet nog gemaakt worden als Satan zich baar als een engel des lichts verschijnt. En wij ons zichtbaar Gods laatste Heilige Geest ervaren. Leest u dat goed? Ik zal het herhalen. Want de juiste keuze, die schudding is geweest, de keuze komt, shifting, moet nog gemaakt worden voor alle volken als Satan zichtbaar, als een engel des lichts verschijnt, zichtbaar dus, en wij onzichtbaar Gods laatste Heilige Geest ervaren. Beseft u wel wat u leest? Begrijpt u wel wat er bedoeld wordt? Daarom moet u deze teksten heel goed lezen. Lieve broeders en zusters, ik kan u alleen maar waarschuwen. Waarschuwen over de feiten die we hier met z'n allen onderzoeken. En daarom wil ik ook terug naar de geestenprofetie. En daar lezen we verder in het boek Handelingen der Apostelen. Zoals u wilt, van Jeruzalem tot de Rome. Bladzijde 15. Lees het vooral helemaal zelf door, want dan komt u er beter in. En dan op bladzijde 15, tweede alinea van boven. God en de engelen. God en de engelen sloegen deze gebeurtenissen met blijdschap en vreugdebetoon gade. Dat ziet u daarvoor met die 12 engelen op de berg. En moet u allemaal doorlezen. Zeg ik met opzet nog, want dat is belangrijk. Want de Vader wist dat van deze mannen, die 12 apostelen werden daar gekozen. De Vader wist dat deze mannen het hemelse licht zouden uitstralen. Op één na, dat weet u Judas. Dat de woorden door hem gesproken, als zij van zijn zoon getuigen, dat moeten wij ook zijn, wij getuigen straks, hebben we net gehad, van geslacht tot geslacht, weerklank zouden vinden tot het einde der tijden. Het einde der tijden, en daar kunnen we amen op zeggen, want daar spreken we hier telkens over. En dan nog een alinea verderop. Tijdens zijn aardse bediening, moet met hoofdletters zijn.
Tijdens zijn aardse bediening begon Christus de scheidsmuur tussen Jood en Heiden even omgezet. Tussen Zevendedags Adventist en Sjaartumkemeenekerken. Af te breken. En verlossing voor het gehele mensdom te prediken. Daar horen dus nu ook de Joden bij. Ofschoon hij, Jezus Christus, een Jood was, ging hij openlijk met de Samaritanen om. Dat is interessant. Wij gaan ook openlijk met de letterlijke Israëlieten om. En de Sjaartumkemeenekerken om. En ook met de Messias beleidende Joden. Zich niet storende aan de Farizeese gewoonten van de Joden. Ten opzichte van dit verachte volk. Hij sliep in hun huizen, at aan hun tafels en leerde in hun straat. Dat moeten wij ook doen in die eindtijdgeschiedenis. De heiland verlangde ernaar om aan zijn discipelen de waarheid te ontsluiten. Die verborgenheden, dat vindt u ook nog op andere bladzijden. Die waarheid, dat nieuwe licht te ontsluiten. Betreffende het wegbreken van de tussenmuur. Dat gaan we dus niet meemaken, die tussenmuren met al die verbonden. Dat is straks allemaal aan de kant. Het blijft één volk staan. Het 3+1 volk, zoals je weet. 3+1 volk. Om, nogmaals, de tussenmuur die scheiding maakte tussen Israël en de andere naties, de Zevendedags Adventisten en alle andere naties, dus ook Joden, de waarheid dat de heidenen mede-erfgenamen zijn met de Joden, en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie. Dus volzin, maar het is duidelijk dat iedereen mede-erfgenaam kan zijn in dat 3+1 volk. Dat is wat ik hier heel nadrukkelijk wil zeggen. En dat zijn dan de Elia's geworden. De elders, begrijpt u het? Elia's staan als eerste op en die krijgt hulp. De Elia's. Van die andere twee horenden. Deze waarheid werd gedeeltelijk geopenbaard toen hij het geloof van de hoofdman over 100 te Capernaum beloonde. En ook toen hij het evangelie aan de inwoners van Sichar predikte. Ten dele werd dat geopenbaard. Nog duidelijker kwam dit naar voren tijdens zijn bezoek aan Fenicië. Toen hij de dochter van de Canaanitische vrouw genas. Heb ik u allemaal uitleg over gegeven in het Matthäus evangelie. In de serie van de eredienst. Deze ervaring droegen ertoe bij dat de discipelen gingen begrijpen, en ik hoop dat u dat nu ook begrijpt, dat er onder degene die door velen als onwaardig om verlost te worden werden beschouwd, vele zielen waren die hunkerden naar het licht der waarheid, naar het nieuwe licht. En dat horen ze nu. Ze horen nu het nieuwe licht vanuit de geestenprofetie, om precies te zijn. Want zuster White vertelt precies hetzelfde wat ik nu vertel. En wat gaat er dan gebeuren? Of wat is er gebeurd met die 7 gemeenten? De 7 gemeenten uit de christelijke geschiedenis, die kent u. Efeze, oh wat een vervalsingen, gnostische secten, Smyrna gemeenten. Nemesis, Nero, Diocletian, nog meer vervalsingen, maar wel een staande gemeente. Dat eerst afval gekomen zijn, predikte Paulus al over. De Sabbat na zondag, Ecumene moest komen natuurlijk, ter voorbereiding van de Thyatira gemeente, de 1260 jaar, de waarheid met leugen vermengd. Nou, u kunt dit allemaal invullen, Maria verering, ketters werden ze genoemd, pauselijke bullen werden uitgevaardigd, mensen op de brandstapel, het is verschrikkelijk. En daar komt Luther, Sardes gemeente, eindelijk, de wederoprichting aller dingen. De reformatie, de dodelijke wond was daar. Philadelphia gemeente zonder vlek of rimpel moeten bestaan als voorbeeld. De laatste 50 toen. En dan komt de Laodicea gemeente. Oordeel en wederkomst moeten ze verkondigen. Doen ze niet eens meer. Ze moeten zonder vlek of rimpel staan. Verkondigen ze niet meer. En daar zien we, hier bevinden we ons nu in die tijd. En daar komt het omslagpunt van de 3+1 horenden periode. Die gaan we straks in. En als we dat een beetje tot ons door laten dringen, dan beseft u al in wat voor periode wij komen. U kunt daarbij aanwezig zijn in die periode. Want er staat iets heel groots te gebeuren.
Heel groot. Ik wil nog één stuk voor u lezen. Op bladzijde 17 van hetzelfde boek. Handelingen der Apostelen. In het midden. Voorwaar. Tweede engelenboodschap. Voorwaar, zeg ik u. Wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Hoort u dat? U bent een getuige van Jezus Christus. U zult die werken ook doen. En groter nog dan deze staat er zelfs bij. Want ik ga tot de Vader. Hiermede bedoelde Christus niet dat de discipelen krachtiger pogingen zouden aanwenden dan hij had gedaan. Dus in welke context wordt het dan bedoeld? Maar, daar komt die uitleg, maar dat hun arbeid grotere omvang zou hebben over de hele wereld. Daar geeft de Heer Jezus dus hier al een profetie in zijn bewoordingen van toen. Hij doelde niet alleen op het doen van wonderen. Die wonderen doet Satan na in die Pinksterbeweging. Maar op alles wat door de werking van de Heilige Geest zou plaatsvinden. Wanneer de trooster komt. De derde persoon in de Godheid. Die ik u zenden zal van den Vader. De geest der waarheid. Die van den Vader uitgaat. En daarom gaat de Vader ons ook persoonlijk horen en verhoren. Zal deze van mij getuigen. Het is geweldig. Van Jezus Christus dus. En van de Vader. En gij moet ook getuigen. Want gij zijt van het begin aan met mij. In dat 3+1 volk. Wat staat? Ik zal het nogmaals lezen. De Heilige Geest. De Geest der waarheid. Die van de Vader uitgaat, zal deze van mij getuigen. En gij, driehoorns, moet ook getuigen. Want gij zijt van het beginnen met mij. Dat is die vierde hoorn met hoofdletter. Lieve broeders en zusters, het is geweldig als u gaat beseffen wat voor kans u krijgt. Ik smeek u om die kans. We willen daarom ook bidden en danken dat de Heer ons weer zo ver heeft geleid. Mijn verzoek is daarom ook of u samen met mij de Heer wilt zoeken in gebed. Lieve Vader in de hemel, lieve Heer Jezus, wat groots bent u bezig met uw onfeilbaar verlossingsplan. En dat u ons daarin betrekken wilt. U betrekt ons in de eeuwigheid al, in het eeuwig verbond, dat we mogen weten hoe dat geweldige verlossingsplan in elkaar zit en wat u gaat doen met uw 3+1 volk. Dat al die volken de kans krijgen om die geweldige mooie luide roep te brengen, maar ook te aanvaarden. En inderdaad, dat wordt een hele strijd, want of het zijn martelaren, of ze zijn levend hier op deze aarde als u wederkomt op de wolken des hemels. Maar het mooiste is dat ook die martelaren u mogen zien straks komen op de wolken des hemels. Want in die vooropstanding worden ze opgewekt. Geweldig. Wat hebt u het goed voor met uw oprechte kinderen. Wat een barmhartigheid, lieve Vader in de hemel, lieve Heer Jezus. Daar danken wij u voor. Geef ons moed, lust en kracht om door te gaan. Om deze geweldige, heilige waarheden ook uit te mogen dragen. Dit alles bidden we. Niet omdat wij het verdiend hebben, maar uit genade en om Jezus Christus onze geliefde is in naam. Amen. We gaan verder volgende keer met deel 7. Waarom wordt de vierde hoorn met hoofdletter zo belangrijk voor onze tijd? Onze geliefde Heer Jezus. Ik mag u vanaf deze kant elke keer weer sterkte wensen met uw studie. Ga door, blijf doorstuderen, herhaal en verdiep. En ook Gods onmisbare zegen toewensen. Gods onmisbare liefde op uw levensweg. Ik hoop u volgende keer weer te zien bij de profetische school van zijn boodschap. En graag.